Heeft u al een kerstboom staan of misschien een kerststalletje? Nee, ik heb helemaal niets neergezet dit jaar, want wij gaan op vakantie met de kerstdagen. Dus dat heeft dan niet zoveel zin. Die staat al eigenlijk. Die staat al. En ja. Is het een kunstboom of een echte Noordman? Gewoon kunst. En die is al mooi opgetuigd? Ja. Omdat ik dat gezellig vind. U vindt het gezellig? Ja. En gaat u nog speciale dingen met kerstmis doen? Eten met de kinderen. Dat is ook heel gezellig. Ja. En waarvoor hebben jullie die opgezet? Ja, voor de leuk. Maar volgens mij heeft het ook iets met... volgens mij ook met God of zoiets, ik weet niet. Ja, want dan wordt de geboorte gevierd van Jezus Christus. Ja. Nou, heel goed dat je dat weet. Zeker. Dan ga ik even naar jou toe. Ja. Hebben jullie al een kerstboom staan? Of misschien al een kerststalletje? Nou, alleen een kerstboom. En waarvoor hebben jullie die in huis gehaald? Voor kerst. Ik weet het eigenlijk niet verder, gewoon voor kerst. Ja, waarvoor? Vooral nu in deze tijd. Voor gezelligheid, iets anders. En viert u daarmee ook de geboorte van Jezus Christus? Oh ja, ik ben Rooms-Katholiek. Dat hoort gewoon bij je. Nee, van het weekend wordt hier opgezet. En wat zet u dan op? Een kerstboom. Een kerstboom. Ja. En is dat een speciale reden dat u de kerstboom opzet? Ja, voor de gezelligheid. Je zit toch nu al met lichtjes en lampjes. Nou, je zit midden in de corona. Dus dan ben je toch heel veel dat je alleen overal moet zijn. Omdat door de anderhalve meter kun je niet. Maar ja, we proberen natuurlijk wel met het gezin en met de familie toch bij elkaar te zijn. Ondanks... Een beetje troost en gezelligheid. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik vind kerstmis altijd een fijn gebeuren op dat gebied. Ja. En wat is de reden voor u dat u een kerstboom heeft of een stalletje? Nou, ja, ergens ben je ermee opgegroeid, maar het is ook een kwestie van een gevoelskwestie. Hè? Dat gaat dit weekend gebeuren. En wat gaat u opzetten? Ik mag de kerstboom in elkaar zetten en de lichtjes erin doen en de rest laat ik aan mijn vrouw over. En waarvoor heeft u een kerstboom in huis gehaald? Voor de gezelligheid. We gedenken ook de geboorte van Jezus Christus met kerstmis. Ja, maar ik niet. Nee, heb ik nog niet in huis. Ga je dat misschien nog doen? Ja, ga ik wel doen. En wat is de bedoeling van dat je een kerstboom in huis haalt of een stalletje opzet? Een beetje het kerstgevoel in huis halen. Maar ik denk wel dat het goed is om bij stil te staan en dat ik de origine is van kerst. Ja. En daarnaast een stukje sfeer en gezelligheid. Ja. U bent elders. Wij zijn elders in het buitenland. Nee, ik heb een kat en die laat ik niet alleen met oud en nieuw. Dus ik doe dat met de buurvrouw. Elk jaar blijf ik blijf thuis. Heel verstandig. Ja, gewoon gezelligheid. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, we zien wel wat er komt. Gezellig bij elkaar de donkere dagen uitzitten. Ja, ja. Buurwerk afsteken, maar dan gaan we bij vrienden gaan we het ook vieren. En dan gaan we voor oud en nieuw gaan we nog even op vakantie. Normaal deden we dat met vuurwerk, maar ja. Dat is tegenwoordig ook niet meer wat normaal bij je oud en nieuw hoort. Dus kom mijn moeder en mijn broer en de rest komt allemaal bij ons. En we houden ons netjes aan de regels, omdat het gewoon moet. Maar dan probeer je toch wel een nieuw begin te maken van een nieuw jaar. Ja, momenteel niet hè. Dit is, met de regels is het toch allemaal wat minder, zeg maar. Dus we gaan het zien. In ieder geval geen vuurwerk meer na 12 uur. Dus... U houdt zich wel aan de regels. Wij gaan ons wel aan de regels houden, denk ik, ja. Daar gaan we wel een gezellige avond van maken, ja. Dat zal wel lukken. Dat lukt zeker. Vroeger toch wel vooral vuurwerk. Gewoon leuk, weet je, als kind. Je bent gebiologeerd door vuur, zeg maar. Maar mag dat dit jaar? Nee, ik vind het alleen schandalig dat er geen vuurwerk is. Ja, ja, dat vinden veel mensen, hè? Dat ik kan zeggen van... Oké, maar het is een traditie. En dan kom je weer bij onze regering. Alles is besluitloos en dit werd in één dag geregeld. Heeft u er begrip voor dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken? Nee, totaal niet. Totaal niet. Dus... Want als ik u beluister, dan vindt u het niet allemaal even consequent wat er besloten wordt. Precies. En ik denk dat als je iedereen vraagt, dan zeggen ze allemaal van... Ja, onze regering is niet consequent. Hoe zou u het doen als u premier was? Als ik premier was? Ja. Ik denk dat ik het beter niet voor de camera kan zeggen. Nee, maar zou u strenger of soepeler zijn? Nou, beslist niet soepeler. Nee, ik hou van ja of nee. Er is geen tussenweg. Nou ja,
Ik wil me wel verkiesbaar stellen voor een nieuwe premier. Dus, Nou ja, misschien weten ze de weg naar Almelo te vinden. Ja. Hè? Ja. Daar komen de wijzen uiteindelijk uit het oosten vandaan. Dat klopt.